Is het jullie ook opgevallen? Ja, zelden wel. Een paar dagen lang is er al gezeur over die tv en radioactie van Giro, weet ik veel, 555. Weet je wel, voor de slachtoffers van Gaza en Libanon en Israël. Inzamelingsactie. En het in de talkshows, dat moet jullie ook zijn opgevallen. Geen woord erover. Niks. Ze hebben allemaal ruzie met elkaar. Met de radio, met de tv, de omroepen, RTL met de NPO en noem het allemaal maar op. Commerciële radio met NPO. Niemand is het met elkaar eens over die actie. Kunt je voorstellen? Zo gevoelig ligt dat onderwerp. En niemand van die omroepen, want het zit natuurlijk daar bij NPO en RTL vol met deugneuzen en politiek correct. Niemand durfde daar iets over te gaan zeggen bij die talkshows. Ja, mondje dicht, koppen dicht. En ik heb het gevoel, ik zou die actie gewoon niet houden. Nee, doe het niet als ze er daar al niet uitkomen met elkaar. En iedereen, want het ging dan over percentages. Want dan ging er dus 65% ging naar Gaza. En 35% naar de Hezbollah. En 5% naar Israël. Maar dan wilde niemand, nee, Israël, 5% is eigenlijk al te veel. En eigenlijk moeten ze helemaal niks krijgen. Nee, want Israël die krijgt al steun uit Amerika en uit het Westen. En Israël krijgt niks. Oh. En mensen willen ook daarom niet gaan geven, want die denken, ja, dan gaat het geld misschien naar Israël. En dat wil ik niet. En anderen zeggen, ja, nee, maar als het geld naar Gaza gaat, ja, dan gaat het misschien wel naar Hamas. En dat wil ik ook helemaal niet. Dus, en als het naar Libanon gaat, ja, dan heb je ook een grote kans dat Hezbollah het weer krijgt. En dat wil ik ook niet. Dus, en zo gaat het maar door. Weet je wel, en hoeveel geld blijft er aan de strijkstok? En gaat het allemaal in verkeerde zakken? Die, weet je wel, ja, oh. Ja, mensen vertrouwen het niet. En mensen hebben er geen zin in. Dus ik denk, ja, er gaat bijna niemand geven. Dus, hé, las die hele actie af.